In het midwesten van Amerika ligt het oudste natuurpark van het continent, Yellowstone. Het park is vooral bekend om zijn geyzers en prachtige natuur. Als we het park intrekken, rijden we via de wildrijke heidevallei naar onze lodge. We komen hier de eerste bisons tegen. Een prachtig begin. Ondanks het feit dat Amerikanen op alles schieten wat beweegt, hebben de elks geen enkele angst voor mensen. In het noordwesten van Yellowstone liggen de Mammoth Springs. Het hete, opborrelende water bevat kalk en vormt schitterende kalkterrassen. In het Noorders geyser bassin maken we voor het eerst kennis met de bijzondere vulkanische aardbodem. In een warm maanlandschap zien we meerdere grote en kleine geysers bubbelen en spuiten. Mijn kleurtje. Meneer.
In het geyserbassin barst elk moment wel een grote of kleine geyser uit. Sommige spuiten om de paar minuten, terwijl anderen soms eens in de paar jaar uitbarsten. Hier een heel kleintje. Lijkt wel eens een beetje te pruttelen hier. Die spuit zit dadelijk ineens omhoog. Hier was net de geyser. Het water zakt nu net naar beneden toe. Van Yellowstone. In de Hayden Valley komen we midden in een grote kudde bisons terecht. Er is meteen een grote file in het park. Vroeger waren kuddes vele malen groter en was je je leven niet zeker als een kudde op hol sloeg. Thank you.
Old Faithful. Old Faithful is de bekendste geyser van Yellowstone. Elk half uur spuit hij wel 60 meter hoog. Bij de uitbarsting van de geyser wordt diep in de grond opgewarmd water door de poreuze vulkanische aardbodem naar boven gespoten. Boven de grond koelt het water van de geyser weer af en zakt het weer naar de diepte. Hier wordt het weer opgewarmd waarna het spektakel zich herhaalt. En een minuutje later was het putje leeg. De warme poeltjes hebben prachtige kleuren. De kleurschakeringen worden gevormd door verschillende algen. Elke soort alg heeft een eigen temperatuur nodig. Aan de rand is het kouder en leeft er een roestkleurige alg. Wat dieper is een stuk warmer en kleurt een andere alg de poel groen of lichtblauw.
In de rivier van de Hayden Valley komen we een zwarte beer tegen. Zwarte beren hoeven niet zwart te zijn. Velen zijn bruin en er komt zelfs een witte soort voor. In Yellowstone leven zwarte beren en grizzlyberen. Een grizzlybeer kan ruim 2 meter groot worden. Het zijn geduchte vleeseters en je moet oppassen er niet één tegen te komen. Hoeveel foto's heb je genomen, Ing? 3. En 30. Geef dat nou. Vlak onder Yellowstone ligt het Grand Teton Park. Ook hier zullen we een aantal dagen blijven. In een afgelegen riviertje komen een speelse familie otter tegen. We volgen de grappige diertjes wel een paar uur.
In het park kun je heerlijk wandelen. Je moet alleen oppassen om geen beren tegen te komen. Dan gaan we wandelen tussen de beren. Na lang zoeken komen we eindelijk een eland tegen. Wat moet zijn dier eigenlijk een vreselijk zwaar gewei mee torsen? Na de laatste eland trekken we weer verder. Zullen de Bryce Canyon en de Grand Canyon ook zo mooi zijn? We zijn heel benieuwd.